Oats started to right foot twice, Dorothy steps. So step right to the diagonal forward, lock left behind, and on the end count, step right forward again. Do the same thing to the left side. Step, lock, end. Now touch right forward. Swivel both your heels to the right side, and then swivel them back to center. On the end count, step right together, touch left forward, swivel both heels to the left side, and then swivel them back. When you count all of this, you get 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Step left back, hold, rock right back, recover. Now with your right foot, kick, ball, and step left forward, so we kick, ball, step. Hook right behind left, or lock right behind left to make it easier. And then turn a hand over your right shoulder, ending your weight on your left foot. So basically, you can keep the ball of your left foot on the ground while turning, only lift your heel while turning to make turning easier, yes? So when you count this section, you get 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Your weight is now on your left foot. You're facing 6 o'clock. Now with your right foot, mambo to side. Mambo. Now kick ball with your right foot. Kick ball. And now mambo left to side. Mambo and step together. Yes? So, in total, this section, mambo, kick and mambo together. We're not finished with this section yet, so let's continue. Walk right forward, walk left forward, and now some sort of anchor step. It's called a triple step on the step sheet. Basically, you do the same steps, yes? So, step right back, recover your weight to your left foot, and step right back again, yes? Triple step, 7 and 8. Now, when you count this section, you get 1, 2, 3, 4, walk, 5, 6, 7, 8. Yes? You don't have to step all the way back, you can just slightly step back, yes? To make it easier for yourself. Now, fourth section, turn a quarter over your left shoulder, stepping left to side. Now, point right to side. Then turn a quarter over your right shoulder, putting your weight on your right foot. Turn another quarter over your right shoulder, stepping left to side. And now, right, left, right, sailor step. So, sailor step. And then on count 7 and 8, coaster step with your left foot. So, left back, right together, left forward. You're now facing 9 o'clock, end of the dance. When you count this last section, you get 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then start over again. Let's count from the top first. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now, okay, in wall number 2, wall number 6 and wall number 9, there are restarts of the 16 counts. Wall number 2 starts facing 9 o'clock, and I will show you where the restart is. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Restart facing 3 o'clock. And this means that the restart will be after this hook with a turn, yes? Okay, so this means wall number 6 and wall number 9 both start facing 6 o'clock.
and thus the restart will be facing 12 o'clock both times. So we only have to count one of those because they look exactly the same. Let's count from facing 6 o'clock. 7, 8, 1, 2, and 3, 4, and 5, and 6, and 7, and 8. 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 7, 8. Restart facing 12 o'clock. Goed, begin met rechts. Door op die step. Eerst naar rechts, dan naar links. En dat is naar de diagonaal voor, lok achter en op de entel weer naar de diagonaal voor. Dus rechts, links, rechts. Hetzelfde doe je naar de linkerkant. En dan krijg je links, rechts, links. 3, 4 en, ja? Links, rechts, links. En als je dit samen telt, krijg je 1, 2 en 3, 4 en. Tik rechts voor. Op de entel swivel je hakken naar de rechterkant. En op de volgende tel swivel je hak weer terug naar het midden. Op de volgende entel sluit je rechts aan. Daarna tik links voor. Swivel je hakken naar links. Swivel je hakken terug. En als je dit allebei bij elkaar telt, dan krijg je 1, 2 en 3. 4 en 5 en 6 en 7 en 8. Blokje 2. Stap links achter. Rust. Dan rok achter, gewicht terug. Dat is met rechts, hè? Hier ook. Dan krijg je met rechts een kickball step. Kickball en stap links voor. Dat is die step van de kickball step. Dan hoek rechts achter. Je kunt ook zeggen lok rechts achter. Dat is op de bal van je rechtervoet. En dan draai je een halve rechts om. En dat is eigenlijk op alle twee de ballen van je voeten. Vooral, je moet eindigen op links. Ja, dus zorg ervoor dat links eigenlijk niet van de grond afkomt. Dat je alleen maar je linkerhak optilt. Dat je dan draait op de bal van je voet. En dan hoef je links alleen maar neer te zetten. Terwijl je richting 6 uur kijkt dan. Ja? Met rechts ga je daarna verder. Dus die moet vrij blijven. Oké, als je dit blokje telt, dan krijg je 1, 2, 3, 4, 5 en 6, 7, 8. Blokje 3. Mambo rechts opzij. Mambo. En dan krijg je een kick en. Kick en. En op die N sluit je rechts aan. Ja? Dus dat is mambo, kick en. En dan krijg je met links een mambo step opzij. Mambo step. En dan is je gewicht op links. Dus dat samen, dat is dan mambo kick en mambo sluit. Loop rechts voor, loop links voor. En dan krijg je een triple step. Of het lijkt een beetje op een anchor step. Je stapt rechts naar achter. Dan gaat je gewicht naar links. En dan stap je weer rechts naar achter. Eigenlijk zet je hem dan gewoon weer neer, zeg maar. Ja. Dus je zet hem niet te ver naar achter, want dat is heel ingewikkeld. Dus, triple step eigenlijk gewoon. Ja, dus, je krijgt dan eerst loop. Loop en dan een triple step. Oké. We gaan dit blokje even tellen. Met die mambo kick en, ja. 7, 8. 1 en 2 en 3 en 4, 5, 6, 7 en 8. Draai een kwart links op. Stap links opzij. Point rechts opzij. Draai een kwart rechts om, dan zet je rechts neer. Draai een kwart rechts om met links opzij. Dan met rechts, links, rechts een sailor step. Sailor step. Dan met links, rechts, links een coaster step naar achter. Coaster step. Einde dans. Als je dit blokje telt, dan krijg je 1, 2, 3, 4, 5 en 6. 7 en 8 van het begin. 7, 8, 1, 2 en 3, 4 en 5 en 6 en 7 en 8. 1, 2, 3, 4, 5 en 6, 7, 8. 1 en 2 en 3 en 4, 5, 6, 7 en 8. 1, 2, 3, 4, 5 en 6, 7 en 8.
Nu zijn we in muur 2, 6 en 9. Restarts na 16 tellen. Dus op de helft van de dans. En dat is na het stukje wat je die hoek achter hebt gehad en dan die halve draai rechtsom doet. En dat je gewicht eindigt op links. Nou, muur 2 begint richting 6 uur. We tellen tot en met de restart. 7, 8, 1, 2 en 3 en 4 en 5 en 6 en 7 en 8. 1, 2, 3, 4, 5 en 6, 7, 8. Restart richting 3 uur. Dat betekent dat op de muur waar je begint, dan is de restart achter je. Dan ben je een half gedraaid in totaal naar die hoek. Ja? Restarts in muur 6 en muur 9, die zijn richting 12 uur. Dus de muren beginnen richting 6 uur. Zowel muur 6 als muur 9. Dus wij tellen gewoon één keer vanaf dat we met onze neus naar 6 uur staan. Dan hebben we sowieso de restarts van muur 6 en 9 gehad. 7, 8, 1, 2 en 3, 4 en 5 en 6 en 7 en 8. 1. 2, 3, 4, 5 en 6, 7, 8. Restart richting 12 uur. Did you like this video? Then don't forget to like and subscribe to my channels Lars Sky of Line Dance and Learn to Line Dance. Click below to get regular updates of new dance and learning videos. Thanks.